Dat was de plaat waar het allemaal mee begon. Ik weet ook onze eerste ontmoeting. Bij mij wil je nooit meer thee. Nee. Nee, nooit meer. Nee, dat begrijp ik. Dus daar gaan we het ook maar niet over hebben. Dames en heren, u denkt, wat is dat voor spelbreker? Dat heeft een reden. U ziet aan alle kanten ziet u een videoscherm. En daar gaan we even een videoberichtje voor op afdraaien. Daarna gaat René gewoon weer verder. Dus laten we even aandacht besteden voor het videoberichtje van Erdero. Hey René en goedenavond alle aanwezigen. Geweldig dat jullie er zijn vandaag op de albumpresentatie van René. René, eindelijk is het zover. Iets waar je keihard aan gewerkt hebt, mag je jullie bij de wereld in gaan brengen. Ik vind het super dat je daar zo staat vandaag en ik ben ook heel erg trots dat je daar zo staat vanavond. Ik vind het heel erg jammer dat ik zelf fysiek niet aanwezig kan zijn. Maar goed, we hebben gelukkig de techniek van tegenwoordig en hebben een kleine videoverbinding tot stand kunnen brengen zodat ik toch nog enigszins aanwezig ben. Wat sommige mensen zullen weten, velen waarschijnlijk ook niet, is dat wij ook iets gedaan hebben op het album. We hebben samen een mooi liedje gemaakt. En ja, het is natuurlijk wel de perfecte gelegenheid om dat liedje tegen horen te brengen. Het lijkt me ook wel hartstikke leuk om dat toch te doen. Het is een beetje een aparte manier van zingen, denk ik, zo samen via deze verbinding. Dus zeg het maar. Natuurlijk. Oké. Dan stel ik voor dat we dat gewoon doen. Ik zie trouwens dat de videoverbinding een beetje weg begint te vallen. Oké, het geluid is er wel gewoon nog. Ja, die is er. Oké, nou in dat geval zeg ik geen beeld, wel geluid. Kunnen we in ieder geval laten horen wat we ervan gemaakt hebben. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus als jij zegt van ik ben er ook helemaal klaar voor. Dan zou ik zeggen, we gaan ervoor. En we laten het liedje wat wij samen gemaakt hebben, On the Backseat, vanavond horen aan de mensen in het publiek. You.